Minister Parmisser ontvangt Vereniging van Surinaamse Melkboeren. Het bestuur van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, VSMB, is voor een officiële kennismaking en onderhoud ontvangen door minister Rabin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. De minister heeft zich door het bestuur van de VSMB laten informeren over de huidige stand van zaken binnen de melkveesector. Het bestuur van de VSMB heeft tijdens het onderhoud op woensdag 24 september 2019 aangegeven dat de sector sterk achteruit gaat. De productie van melk is binnen 7 jaren tijd drastisch afgenomen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.